President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren twee nieuwe ambassadeurs beëdigd. Stefanus Noordzee is de niet-residerende ambassadeur van Israël en Maarten Schalkwijk zal Suriname in de Verenigde Staten vertegenwoordigen. Noordzee zijn residentie zal in Paramaribo zijn en Schalkwijk resideert in Washington DC in de Verenigde Staten. Schalkwijk zei in gesprek met de communicatiedienst Suriname dat de ambassadepost van de Verenigde Staten een hele belangrijke post is. Noordzee gaf aan dat hij de relatie tussen Suriname en Israël zal moeten verbeteren. Omdat de Verenigde Staten natuurlijk een groot land is, invloedrijk land in onze regio. En Suriname heeft al heel lang ook goede handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten. En ook hebben we veel investeringen vanuit de Verenigde Staten. Iedereen weet vroeger van Suralco, maar ook Newmont en in de goudindustrie en nu in de offshore olie en gas. En de bedoeling is dat we hopelijk ook meer investeringen kunnen aantrekken, maar ook onze export naar de Verenigde Staten kunnen stimuleren. En zodat Suriname en Israël die jarenlang al een relatie hebben, die gaan we verstevigen. Dat is prioriteit nummer 1 voor mij. President Santokhi wenste de nieuwe ambassadeurs veel succes toe bij het uitoefenen van deze nobele taak.